De politie is gisteren begonnen met het beboeten van lockdown-overtreders. De eerste boetes zijn uitgeschreven op de politieacademie. Journalist Richelle Maknak maakte gisteren de volgende reportage. Iedereen die overgebracht wordt naar de politieacademie, wordt beboet voor de overtreding die ze dus hebben gepleegd. Dat is waar wij mee bezig zijn. Hoe ziet de boete eruit? Het is verschillend van overtreding tot overtreding. In elk geval, degene die vanavond het lockdownuur overtreden, die hebben een boete van 350 SRD te betalen. Heb je geen mondkap op, dan betaal je een boete van 150 SRD. En is het zo dat we op een feestje komen, een feestje aantreffen terwijl dat verboden is, dan betaalt u 2000 SRD. Als degene dat geld op dat moment niet hebben, hoe gaat de politie verder te werk? Ik mag u aangeven dat de boetes niet bij de politie betaald worden. Deze wetgeving is bestuurlijk. De minister van Justitie en Politie is aangewezen om de boete te innen. Wat dus betekent dat u die boete betaalt op het nummer, het rekeningnummer welke op het boeteformulier is aangegeven. Inspecteur Rachel Deekman meent dat ondanks de zoveel waarschuwingen aan de samenleving om zich te houden aan de COVID-19 maatregelen, het opmerkelijk is dat toch veel mensen zich zonder noodzaak op straat begeven. Het ministerie heeft ruim van tevoren aangekondigd dat de politie uiteindelijk ertoe zou overgaan om mensen die de COVID-wet overtreden te zullen beboeten. Deekman zegt dat het ministerie van Justitie en Politie een goede controlemechanisme heeft om na te gaan of de lockdown-overtreders de boete wel betalen. Feit is dat die boete in elk geval wordt opgelegd. De overheid heeft dat ruim van tevoren aangegeven, de minister heeft het benadrukt. De politie heeft het in een aantal interviews willen delen met de gemeenschap. Het moment is hier. Ondanks verschillende waarschuwingen van de politie, vanuit de minister van Justitie en Politie, zijn er toch mensen die in overtreding gaan. 31 december is morgen. Welke oproep doet u aan de samenleving? We blijven erbij. Surinamers, wij houden van feesten. Surinamers, wij vinden het altijd prettig om het jaar op een feestelijke manier af te sluiten. Maar het zijn wij Surinamers die te kampen hebben nu met een pandemie. Het beroep welke het Korps Politie Suriname doet, is dat wij ervoor kiezen dat wij het jaar gezond wisselen. Dus we kiezen voor onze gezondheid van 2020 naar 2021. En als we die strijd tegen het pandemie hebben overwonnen, dan kunnen we feesten. Hoofdinspecteur Rachel Deekman, hoofd van de afdeling voorlichting van het Korps Politie Suriname. Zij sprak enkele journalisten gisteren bij de Koesewijnenbrug.